Mijn naam is Onias Landveld en ik ben de stadsdichter van Tilburg. De gemeente heeft mij gevraagd om een gedicht te schrijven voor de Week tegen de Kindermishandeling. Het is een heel belangrijke week, want er zijn genoeg kinderen in Nederland die jouw hulp kunnen gebruiken. En je hoeft niet heel veel te doen om zo'n kind uit de situatie te helpen. Er is best wel weinig dat jij moet doen om een superheld te zijn. Mijn superheld heeft andere superkrachten. Ze heeft geen bliksemstralen die schieten uit haar handen. Ze is geen buitenaardse held, ze komt geen schurken vangen. Zij kan ook niet aan supersterke spinnenwebben hangen. Ze zal ook niet in 10 seconden vliegen om de aarde. Maar als het eng en donker is, zal zij mij komen halen. Haar superkracht is dat ze kijkt en luistert. Zij hoort mij, zelfs als ik heel zachtjes fluister. En zien doet ze mij ook, als ik mij wil verschuilen. Tussen veel spelende kindjes kan ze mij zien huilen. Zij was degene die mij vroeg waarom ik zo stil zat. En waarom ik opeens niet meer vrolijk aan het lachen was. Of dat die blauwe plekjes kwamen door voetbal of de hockeyclub. Dat kan wel, zei ze. Want soms krijg je een ongeluk. Maar soms komen plekjes ook door nare dingen in de buurt of thuis. Dus vroeg ze mij, wil jij daarom niet naar huis? Ik vertelde toen maar zachtjes dat soms mijn adem stokte. Als degene die mij pijn kon doen dan op mijn deurtje bonste. En elke avond ging dat deurtje ook weer open. Maar ik was bang. Bang dat niemand mij zou geloven. Waarom ik bang was als ik in mijn kamer sliep. En daarom liever alleen door de straten liep. Mijn superheld hield mij vast totdat mijn tranen droogden. Ze vertelde mij dat niemand aan mij had mogen komen. Ze hield mij stevig vast terwijl wij samen bleven wachten, totdat ze mij naar een veilig plekje brachten. Mijn superheld heeft hele andere superkrachten. Mijn superheld die ziet mij staan. Ze luistert en stelt vragen.